Goedemorgen mensjes, welkom op dit kanaaltje. Ik ben Amelie en jullie gaan het nooit geloven, maar ik zit hier gewoon helemaal alleen in een hotel. Het is niet echt een hotel, het is een bed and breakfast, maar het is wel een beetje hetzelfde, gewoon in het kleine. Dit komt dus door corona, mag je maar met twee in één ruimte zijn ofzo. Dus is dit een bed and breakfast voor twee. Dus mijn mama is nu weg, dus ik zit hier gewoon helemaal alleen. In de volledige bed and breakfast. Alles wat je niet zou doen in een normaal hotel, gaan wij gewoon niet doen. Dus nog in de kamer, dus een echt zo'n hotelkamer hè, met tv'tje. Hierachter is de badkamer, hier het bed. Maar we gaan nu in de gang. Hierboven zijn allemaal kamers. Hier ook een kamer. Nog een kamer. En die zijn allemaal gewoon helemaal leeg. Dan gaan we naar de big deal. Hier, jullie zien het al. Hier komen we in de grotere ruimte. En kijk hoe cool. Ja, dat is nog het coolste. Ik heb nu gewoon een volledig zwembad voor mij alleen. Ik zie hier zo'n bar, hier de tafel om te eten, hier chillplekken, de biljarttafel, keukentje. Ik vind dat eerlijk gezegd best eng. Ik heb deels gewoon dat ik toch wel geobserveerd word omdat er iemand plots van de hoek om de hoek gaat komen. Waarschijnlijk nooit meer gaan meemaken. Dus ik ga er echt van genieten en we gaan er gewoon een feestje van maken. Deze tafel en ik dacht, we gaan er dus biljarden. Oké, de pro is hier. Ik heb twee keer gedaan of zo in mijn leven. Oké. Moet je niet mee bewegingen gebeuren normaal? Ik moest al deze balletjes ook bewegen hebben en er zijn er maar een paar die iets gedaan hebben. Maar we don't give up, hè. Ik wil toch minstens één binnenkrijgen. Oh my god. Oh my god, ik was al aan het hopen. Nu moet ik opruimen. Dus nu duidelijk dat ik geen pro ben, maar het was gewoon echt grappig om eens, gewoon eens te doen. Want als het er is in een hotel waar je alleen bent, moet je het gewoon doen, oké? Maar al dit dansen, biljarden en zo heeft me wel echt heel warm gegeven. Dus het moment is aangebroken. We gaan ons eens lekker gaan verfrissen. Helemaal alleen in de big swimming pool. Oh my god, ik heb zoveel zin om hier gewoon in te zwemmen. Ja, we zijn klaar om te zwemmen. Dus in een normaal hotel is het leukste om te doen in een zwembad gewoon big bommetjes. Maar ja, met al dat volk rond u, met al die mensen die op u letten, kan je niet echt bommetjes doen. Maar nu dat ik alleen ben, kan ik hier de bommetjes, de grootste bommetjes die je ooit gezien hebt doen. I believe I can fly. Ik weet niet of je het ziet, maar het is, ja, zie je, het is nat tot hier. Ik denk niet dat dat echt de bedoeling is. Ik ben bang. Ik heb hier heel dat zwembad nat gemaakt. Ja, ik weet dat is normaal, maar dat zijn sporen die ik achterlaat, oké? Dat zijn sporen van mijn bommetjes. Ik wil hier ook niet weggegooid worden of zo. Dat zijn bewijzen. Je moet hier undercover blijven. Je moet in mijn geheim blijven. Ja, dat gaat de pret niet bederven, hè. Het is nu toch al te laat. Dit was een heerlijke zwemsessie. Maar uiteindelijk is alleen zwemmen wel wat saai. Dus ja, ik denk dat ik genoeg heb gezwommen voor nu. Niet voor vandaag, voor nu. Super leuk dat zwemmen. Ik ben nu echt van helemaal wakker. Maar nu heb ik wel echt honger gekregen. Dus zoals jullie zien, staat mijn ontbijtje hier. Dus ik ga nu mijn ontbijtje maken. Boterhammetjes klaar. Maar jullie dachten toch niet dat ik zo saai aan tafel ging eten. Hey, wij gaan gewoon in de zetel eten op hotel. Wie had dat gedacht, dat je zo in de zetel kan eten op hotel? Ontbijtje, zwembad. Perfect.
sexy. Ik ga nu heerlijk genieten van mijn ontbijtje. En dit was dan ook de video. Ik vond het echt super grappig. Echt gewoon, dit is iets wat ik nooit meer ga hebben in mijn leven waarschijnlijk. Ik heb er echt van genoten. Heel erg bedankt voor het gekeken te hebben. Dus zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Jullie weten het allemaal al. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tot de volgende keer. Doei!